Een groep vrijwilligers heeft het initiatief genomen om voedingsmiddelen in te zamelen voor mensen die zijn getroffen door wateroverlast te Wageningen. De nieuwsdienst sprak de trekkers Chanel Emanuelson en Marleen Cameron. Emanuelson vertelt hoe alles van de grond is gekomen. De vrijwilligers spelen in op de noodsituatie, welke is ontstaan door een wekenlange ongemak met water dat tot kniehoogte stond in vele gebieden. Naar aanleiding van wat ik heb gezien bij mijn grootmoeder, dat haar huis helemaal onder water is. En ik ben zelf ook hier van het dorp en ik ken mijn mensen hier en ze hebben extreme wateroverlast gehad. En dan heb ik het initiatief genomen om goederen bij elkaar om in te zamelen en dat te brengen naar de mensen hier, omdat dat op dit moment prioriteit geniet. Mevrouw Cameron die heeft mij gevraagd om mij te ondersteunen en ik was heel blij, want ze heeft een heleboel voor me kunnen organiseren. Dus we zijn allemaal nu een team. We hebben hulp van zoveel mensen gehad, dus we zijn hier om eigenlijk de mensen eigenlijk onze bijdrage te leveren. We hebben ingezameld voor 100 pakketten, dat was ons streven. Maar we hebben zoveel producten gehad, dus we hebben die 100 pakketten die gaan we afgeven. En er zijn nog producten, diverse producten, en dan gaan we de mensen in de gelegenheid stellen om zelf te kijken wat ze nodig hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld 7 tot 8 producten zelf nemen. En dan krijgen ze nog brood, rijst. De initiatiefnemers hebben goederen ingezameld om 100 voedselpakketten samen te stellen. Ze kregen ook steun van mensen die het leed van de getroffen mensen willen verzachten. Cameron vertelt dat er nog steeds donaties binnenkomen vanuit binnen- en buitenland. Ik heb mijn ogen uitgekeken en vanaf het moment toen ik de foto's voorbij zag komen, we zijn Facebook een Matisse, kan je zeggen, is mijn sociale gevoel aangesproken. Ik heb gezegd, weet je wat, er zijn zoveel mensen die mijn account volgen. Ik bereik een aantal mensen, dus waarom zou ik haar niet kunnen ondersteunen? En dat hebben we samen gedaan. Iedereen heeft een netwerk en de netwerken zijn in werk, in stelling gebracht. En we hebben vanuit Nederland, overal hebben we mensen gehad die de ondersteuning hebben gegeven. Zelf op het moment dat we naar hier toe kwamen, hebben we aanbiedingen gehad van producten. Maar daarvoor moeten we heel snel plannen om dan een tweede keer te komen. De mensen zijn van veel verstoken op dit moment. Het water heeft heel veel ongerief gebracht. Cameron zegt dat ze Blom zullen schenken aan de lokale bakkerij van Wageningen, zodat er gratis brood kan worden geschonken aan de bewoners. Ook andere sociale organisaties zijn naar het gebied getrokken om mensen tegemoet te komen.